gaan vandaag een staatsverband aanleggen. Dit zijn de benodigdheden die je daarvoor gebruikt. Dit is een rekverband, steriel gaasje, leuke plast en een schaar. En we hebben er meerdere bij liggen voor als er eentje valt, dan voorkom je eigenlijk in principe infecties. We knippen drie stukjes leukoplast af, zodat we die straks kunnen gebruiken. We beginnen bij de staart om te kijken waar het steriele gaasje op moet en waar de wond of plek zit. Het steriele gaasje wordt op de plek neergelegd en vastgezet met een stukje leukoplast, zodat het niet verschuift. Het rekverband wordt aangebracht zodat het steriele gaasje op zijn plek blijft en de wond afgedicht wordt. Bij het aanbrengen van het verband moet je goed letten op plooien, zodat het later de hond er niet aan kan gaan bijten of krabben. Moet het verband vrij strak om de staart aan zitten, zodat het er later niet afzakt. En worden de haren tussen het verband ingevlochten, zodat hij niet naar beneden zakt. Het hele rolletje wordt afgerold tot hij volledig op is en alle plooien bedekt zijn. En het haar wat tussen het verband is ingevlochten weer bedekt is. We pakken het leukoplast wat we al hebben klaargelegd en plakken dit nog op.